Ben je een parkeerd persoon? Hoe weet ik of ik ben parkeerd of niet? Zulke vragen kunnen worden beantwoord in het licht van Romeinen hoofdstuk 7. In dit gedeelte van de Bijbel vinden we oprechte uitspraken van een man die al bekeerd was, een grote kerkleider was, maar in constante strijd tegen de zonde leefde. Vanaf vers 15 lezen we: want wat ik uitwerk, weet ik niet. Want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Indien ik nu wat ik niet wens toch doe, stem ik toe dat de wet goed is. Doch dan bewerk ik niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Indien ik nu datgene doe wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig, want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? In de dagen van Paulus, toen iemand een ander vermoordde, bestond de straf dat het lichaam van het slachtoffer aan zijn lichaam gebonden moest worden. Als het leek begint te ontbinden, dan zou het lichaam van de moordenaar besmet worden totdat hij stierf. In hoofdstuk 7 van Romeinen gebruikt Paulus deze straf om naar het leven van een bekeerde christen te verwijzen. Het oude leven is gestorven, maar het hindert je nog steeds. En dan, vanwege dit conflict tussen oud en nieuw leven, leeft de bekeerde christen op een constant mentaal slagveld. Weet je, hoewel het pijnlijk is, is de strijd het belangrijkste teken in het leven van een bekeerling. Er is alleen strijd in de levens van individuen die een nieuw perspectief op het leven hebben gekregen. Dus als u, die op dit moment naar mij luistert, in deze intense strijd tussen het verleden en het heden leeft, weet dat hoewel het niet comfortabel is, deze strijd een bewijs is dat God in uw hart werkt. Er is tenslotte alleen maar strijd in de levens van degenen die op het smalle pad zijn.